ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmasdag video, de derde. En het is vandaag maandag 4 december. En het is nog heel vroeg, zoals jullie zien, 7:15. En ik ga vandaag voor jullie weer een Vlogmas video filmen. Dus als je er zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Nou, afgelopen weekend zijn we natuurlijk bezig geweest in het huis. Hebben we alles geverfd. Echt gewoon het hele huis plus plafonds. Daar heb ik 2 video's van gemaakt. Dus dan moet je die van gisteren en eergisteren even kijken. En vandaag moet ik gewoon weer werken. Ik ben namelijk fulltime juf van groep 8. En vandaag begint een nieuwe werkweek. En ik heb er helemaal zin in. Ik ben op maandag altijd wat vroeger, want ik moet altijd nog heel veel dingen doen. Dus dat ga ik nu doen. Maar eerst even de computer opstarten. Nou, dit is mijn map. En hier schrijf ik dus altijd elke dag in wat we hebben gedaan en wat we moeten doen. En ik ga dus nu eventjes kijken wat het lesprogramma voor vandaag is. Die moet ik wel nog invullen. Daarom ben ik ook wat vroeger, want dit had ik nog niet ingevuld. En dan ga ik gelijk de lessen eventjes bekijken, zodat ik het kan voorbereiden. Ik maak dus op TikTok ook dagelijks video's. Dus als jullie het leuk vinden, kan je dat ook kijken. En ook bijvoorbeeld laat ik daar altijd mijn outfit zien. Nou, ik moet nog een paar dingen voorbereiden. En dan komen de kinderen. Oh, ik moet ook nog het bord doen. Dat ga ik zo meteen ook eventjes doen. Oké, 480 sommen hebben jullie gemaakt. Het record staat op 3700. Dus we moeten door. Keersommen. Gaan we nu eventjes kijken naar deze. Want we hebben het ook over stansen gehad. Stond in de tekst. Ja, dus stansen is eigenlijk ook een techniek die heel snel werkt. Maar dan op een andere manier. Let op. Het wordt dan ook in allerlei industrieën toegepast. In autofabrieken wordt bijvoorbeeld een stansmachine gebruikt om deuren, motorkappen en andere onderdelen uit grote stukken staalplaat te slaan. De messen in die stansmachines worden meestal gemaakt in andere gespecialiseerde fabrieken. Dus dit is ook een manier waardoor het veel sneller gaat. Gaan we nu kijken naar de opdracht. Deze hadden we al een beetje besproken. Dus schrijf hem even over voor jouw tekst. En als je 2.2 hebt, moet je even kijken waar 2.2 voor staat. Oké, dus wat zijn grondstoffen? Wie kan voorbeelden noemen van grondstoffen? Voorbeelden mogen ook degene zijn hier staan. Voorbeelden van grondstoffen. Ja, allemaal producten rechtstreeks uit de natuur. Dat zijn allemaal grondstoffen. Dit zijn halffabrikaten. Waarom is papier een halffabrikaat en geen grondstof? Kan je papier zo in één keer uit de natuur halen zonder te bewerken? Nee. Dus hout en dan heb je pas papier. Gaan we de volgende opdracht even bekijken. Deze. Dat gaat over die voordelen. Nou, wie weet er een voordeel van rotatiegieten en stansen? We hebben het net ook gelezen. Weet je het nog? Wat had je net gezegd? Ja, het gaat sneller dan met de hand. Schrijf maar op. Als je het nog niet hebt. Het gaat sneller. Sneller dan met de hand. Heel goed. Maar er zijn nog meer voordelen. Dus het gaat sneller. Ja, dus je kan meerdere producten in één keer maken. Dus je kan meerdere producten. Ja, heel goed. Dus je moet altijd iemand hebben die het controleert. Oké, is het record dat Ben wil gaan halen nieuw? Wie denkt ja, het is nieuw? Wie denkt nee, het bestaat al?
Klopt, het bestaat al. Dus het is nee, het bestaat. Hoe zie je dat op het formulier? Je kan dat zien aan het formulier. Heel goed. Hij heeft dat vakje aangeklikt. Zo ben ik deel een bestaand record verbreek. Dus daardoor weet je het record bestaat al. Heel goed. 3. Wil Ben op de hoogte gehouden worden van nieuws over Guinness Worlds of Records? Heel goed, hij heeft nee aangeklikt, dus hij wil niet op de hoogte blijven. 4. Denk je dat de organisatie van Guinness World Records genoeg heeft aan de informatie die Ben heeft ingevuld? Waarom wel of waarom niet? Het antwoord is nee. En waarom? Hij heeft helemaal niet ingevuld wat hij nou precies wil verbreken. Hij vertelt niet wat hij wil proberen. Hoeveel wil hij proberen in een minuut? Geen idee. Dus hij vertelt eigenlijk niet hoe hij dat record wil verbreken. En zegt hij ook wat de controleurs moeten doen? Nee, dat staat er ook niet. Dus nee, hij is nog niet compleet zijn aanmelding. Dan de volgende kant, de laatste opdracht. Lees de tekst hiernaast, beantwoord de vragen. Nou, de omschrijving van het record op het aanvraagformulier moet kort, maar zo precies mogelijk. Ben schrijft touwtjes springen en ondertussen een voetbal koppen. Is dat precies genoeg, denk je, als je record wil verbreken? Want hoe kan je het preciezer zeggen? Nou, bijvoorbeeld de meeste sprongen in 1 minuut. Terwijl hij een bal hoog houdt met zijn hoofd. Nou, het is nu 12 uur, dus ik ga even pauze houden. Ik moet heel eventjes op mijn ketchup de naam schrijven. Mijn naam schrijven, want ik ga even een tosti maken. En ik wil dus na werk eigenlijk even naar de action. Maar ik moet sowieso ook nog heel veel dingen doen. Dus ik ga even kijken of dat lukt. En nu even lekker pauze houden. En ik moet ook echt mijn haar verven. Maar ik had het gisteren zo druk. En ik was echt om 8 uur in slaap gevallen. Als jullie willen heb ik ook gelijk de cijfers. De laatste 2 vragen. Dat zijn natuurlijk open vragen. Dus dat kan niet de computer goed rekenen. Dat moet ik goed rekenen. De eerste vraag was: waarom zal het voor het Duitse, voor het parlement lastig zijn om te kiezen tussen de auto-industrie en voor het verhaal? Want wat is het verschil daartussen? Nou, je kan hebben opgeschreven: kies je voor de auto-industrie? Dat zorgt natuurlijk wel voor heel veel broeikassen. Maar ja, heel veel mensen verdienen ook hun geld daaraan, omdat ze natuurlijk met de auto naar hun werk moeten. Of luister je naar het meisje die voor klimaatverandering wil. Dus daarom is het een hele moeilijke keuze. Dus daar moet je dan uit kiezen. En die laatste vraag was: waarom zou de zeespiegel op een tijd dalen als de olieprijzen zullen stijgen? En waarom is dat belangrijk? Als de olieprijzen stijgen, wat gebeurt er dan? Er gaan minder mensen het kopen, dus gaan minder mensen auto rijden. Dus worden er minder... Ja, dan komen er minder broeikasgassen in de lucht. Dus zoiets had je moeten antwoorden. De cijfers. Nou, het is na schooltijd. Het was echt een chaotische, drukke dag. En mijn bureau is echt ontploft. Dat moet ik eerst zo even opruimen. En mijn camera is dus leeg. Heel stom. Terwijl ik hem gisteren had opgeladen. Dus ik moet even mijn extra batterij meenemen. En ik wil dus zo meteen om 5 uur. Het is nu 4:05. Nog even naar de action. Want ik moet echt even wat dingetjes halen. Dus ik ga nu heel snel eventjes werk doen. Even opruimen. En dan ga ik naar de action toe. Want ik moet ook namelijk nog cadeautjes kopen. Voor morgen voor Sinterklaas. En we gaan morgen ook Sinterklaas in de klas vieren. Dus de eerste surprises liggen er al. En ik zal morgen dus de surprises een beetje laten zien. En ik heb dus een kring gemaakt en dan hier doe ik dat. Gewoon een beetje zo. Nou, ik ben bij de action. Dus ik ga even mijn tas leeghalen, want volgens mij heb ik geen... Of heb ik hier een tas? Oh, ik heb hier nog een tas. Nou, ik ga even naar de action, even spulletjes kopen. Ik sta nu voor de action. Kijken of ik alles kan vinden. Het is inmiddels, hoe laat is het? 4:15 en ik ben dus nu in het nieuwe huis. Er staat hier, woeps, ik verlies helemaal mijn evenwicht. Er staat hier nog helemaal niks. Maar we hebben dus dit weekend alles geverfd. Moet je even de vorige video's kijken. Daardoor is dus de verwarming is echt, nou ja, de verwarming is dus heel erg geel. Er zijn best wel veel dingen in het huis heel geel.
Dus ik dacht, ik ga die verwarming nu eventjes overspuiten. Als een soort van verrassing voor mijn vriend. Want morgen komt dus het bed. En als het bed er staat, is het gewoon niet handig. Dus ik heb net even spullen gekocht en ik ga dat nu gelijk eventjes doen. Nou, we gaan het proberen. Ik heb geen idee of het een goed plan is wat ik nu ga doen. Maar we gaan dit gele ding gaan we even wit maken. Oké. Ik durf gewoon niet, maar ik moet het gewoon gaan doen. Nou, dit was echt het domste idee ooit. Want ik ben dus 2 keer naar de Action geweest. Want ik had dus niet goed op de verpakking gekeken. Dus ik miste zo. Dus ik had niet het compleet. Dus dat heb ik net nu nog gehaald. En ik heb het net afgemaakt. En mijn camera valt de hele tijd uit. Maar het is dus af. Dus hij is helemaal wit. Alleen ik hoop dus niet dat je morgen vlekken ziet. Het is nu namelijk heel lastig te zien. Oké, ik ben eindelijk thuis. Het heeft echt mega lang geduurd. Want ik ging dus, zoals ik vertelde, mijn verwarming verven. Dat ging iets minder soepel dan verwacht. Maar ik ben eindelijk thuis en ik ga nu even mijn nagels doen. Want ik heb mijn nagels er echt helemaal afgetrokken. En door het verven, er zat eigenlijk allemaal verf tussen. En het was gewoon niet meer mooi. Dus ik ga nu even mijn nagels lakken. Ik doe altijd 1 laagje Biab. En daarna gebruik ik altijd gewoon pink gel lak. Dus ik ga even de spulletjes pakken en dan ga ik dat gelijk even doen. Oké, ik heb even een jongenspak aan en mijn nagels zitten eronder. Ik doe dit altijd op de bank. Echt het meest onhandig ooit. Maar... En ik ga dus die roze kleur doen van pink gel lak. Oké, ik heb mijn nagels gedaan. Hij staat natuurlijk weer niet scherp. Nou, ik heb mijn nagels gedaan. Roze glitters. Ik heb het een beetje snel gedaan. Dus het is niet super mooi, maar het kan ermee door. Ik verander mijn nagels toch heel vaak. Ik ga hierbij ook de vlog afsluiten. Morgen komt er ook een hele leuke vlogmus. Want ik ga surprises doen in de klas. En ik ga ze allemaal voor jullie filmen. Dus zeker de vlog ook van morgen kijken. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie morgen om 4 uur weer bij een nieuwe video. Doei doeg!